Hoi, hier is Wouter. Welkom in deze video. Ik ben vandaag weer naar een winkel geweest om kleding te kopen. En vandaag heb ik schoenen gekocht. Telt schoenen eigenlijk als kleding? Geen idee, maar ik denk van wel, dus ik noem het maar kleding. Hier, in deze doos zit het. Het was 25 euro. Ze maken die schoenen wel duur tegenwoordig, zeg. En dan vinden sommige mensen dit nog een koopje. Die willen allemaal altijd schoenen van 100 euro of meer. Dat kan ik nog niet begrijpen. Waarom zou je dure schoenen kopen als je ze ook goedkoop kan kopen? Want wie let er nou op schoenen? Nee, zo aan mij liggen. Oké, okay. Dit is de schoen. En dit is de andere schoen. Oh, wacht even, het hele bonnetje dat komt erbij. Nou, dit is de andere schoen. Dit zijn de twee schoenen. Ze passen ook, want ik heb ze al gepast. Dit is maat 45. Zo, ik heb grote voeten. Ja. Ik zou ze even aandoen. Kijken of ze een beetje goed lopen. Zo, ja, ik heb geen sokken aan, dus ik doe even mijn blote voeten erin. Ja, de andere ook. Hier is de andere. Die doen we er ook even aan. Aan de voet. Zo. En dan kan je ermee lopen. Ja. Ze lopen goed hoor. Ja. Ze lopen behoorlijk goed, maar ik doe ze nu weer uit. Want ik doe altijd schoenen alleen maar buiten aan. Ik doe nooit schoenen binnen aan. Je hebt wel mensen die met schoenen aan binnen lopen. Ja, dat doe ik nooit. Dat doe ik echt alleen maar buiten. Nou ja, dit zijn in ieder geval de schoenen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, je gaat Wouter.